was een korte vakantie, dat is mijn eerste gevoel als je dat zegt. Maar langs de andere kant ben ik ook wel blij van terug te beginnen. Het is altijd met heel veel plezier eigenlijk dat ik hier aan het seizoen kan starten en met heel veel ambitie. Toch weer een supporters, veel supporters die komen opdagen zijn. En lekker weertje, dus ja, perfecte situatie om de trainingen te beginnen. Natuurlijk nu wel een beetje zoeken omdat er nog een aantal jongens weg zijn met de nationale ploeg en dat er nog een aantal transfers moet gebeuren. Voorlopig is het hard werk, conditiewerk, wat niet zo plezant is. Maar ja, beginnen is lastig, dat weet je. Maar een keer dat je begon, zijn ze vertrokken en dat is plezant. Deze competitie kan je alleen maar zeggen dat je absoluut voor die play-off 1 wilt gaan. Je moet dom zijn als je als club in België moet zeggen dat je play-off 2 wilt behalen. Want ja, dan heb je niks van ambitie. Dus iedere club gaat zeggen play-off 1 en dat is weer onze ambitie ook. Maar oké, er zijn spelers die vertrokken zijn en die zullen wel terug ingevuld worden. En met mijn volste vertrouwen. En wat Davy betreft, het is een heel groot verlies voor de club, voor de ploeg. Dat is zeker. Langs de andere kant gun ik het hem ook wel. Club Brugge is uiteindelijk de ploeg dat hij in de jeugd gespeeld heeft. En als je dan door de grote poort kan terugkeren, ja, dat is ook wel iets dat mooi is voor iemand. En ja, daarom, Davy heeft hart en ziel eigenlijk voor Zulte Waregem ingezet, 3 jaar lang. Ik ben ook zeker, ik weet ook gewoon dat hij met pijn in het hart hier weg is. Maar dat is ook gewoon de voetbalwereld. En als speler, als goede vriend van Davy, ook als supporter moet je daar kunnen mee omgaan en moet je ook gewoon heel veel respect hebben voor wat Davy hier 3 jaar lang gedaan heeft.